En daar zijn we weer, dames en heren. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we altijd weer duiken in de wereld van ringsporten. En heel veel andere zaken die daarmee gerelateerd zijn. Want, dat is nou juist het leuke, naast The Punch hebben we natuurlijk ook altijd weer bijzondere gasten in de studio. Waaronder de mensen die meedoen met Boxing Influencers. Aan tafel, bijzondere gasten. We beginnen natuurlijk weer met Melvin No Mercy Manhoef. Jawel. Daarnaast hebben we, let op, Joel Mwaka Negimbi, oftewel Tajula. En daarnaast hebben we Ennis Arras. Groud. Van harte welkom, heren. Dankjewel. Hoe is het met jullie? Ja, vandaag gaat het goed. Mij ook. Ja? Of kags. Ja? Kom op, man. Nou ja, het is, kijk, dat jij het hele mediaspectakel gewend bent, dat snap ik wel. Maar het is ook wel natuurlijk, je gaat voor jezelf, voor het eerst in je leven, een hele mooie uitdaging aan. Je gaat de ring in. Klopt. Tegen een acteur. Tegen een acteur? Yep. Je gaat tegen Toomy. Wat kunnen we vertellen over deze man? Ik weet echt niet. Nee? Wacht. Voordat je verder, je mag reageren. Ik heb hier namelijk een soort boodschap van hem naar jou toe. Ja. Kijk maar even mee. Wat vind je zwaar? Vind je billen? Yo, ik heb gehoord dat jij mijn tegenstander bent, Tajula. Geen probleem. Ik ben nu in rustig op vakantie, ik ben nog even aan het genieten. Maar ik kom speciaal eerder terug voor jou. Dus ik kan je maar één ding zeggen. Maak je klaar. Want het gaat een harde dag worden voor jou. Ik zeg je één ding. Het gaat een harde dag worden voor jou. Je gaat het niet halen, vriend. Je gaat het niet halen. Dus maak je ready. Want ik ben sowieso ready, vriend. 25 september gaan we zien. Tjallas. Nou, Tajula. Ja, zeg het maar. Ja, hij wil droog bij Mokro Mafia, denk ik. Ahmed! Hij wil droog, man. Hij wil droog. Kijk, weet eens. Hij is niet zo. Dat zie je aan heel zijn energie. Hij doet alsof. Maar het is leuk praatjes en zo. Maar 25 september gaan we het gewoon waarmaken. Hij wil jou echt pakkie geven, als ik het zo mag horen. Hij wil het, maar moet hij proberen. Kijken of het lukt is een andere vraag, weet je. Want we zagen je net ook wel een beetje geïrriteerd worden erop. Dat je daarvan... Omdat hij acteert. Je moet niet acteren. Kijk, voor mij is het gewoon van, we weten al wat gaat gebeuren. Maar ga niet iemand spelen die jij niet bent. Snap je? En ik hoef dat ook niet te doen, want je gaat niet in mijn hoofd komen. Je kijkt niet zieke geest voor niks. Dus, relax your body, man. Come on. Dus hij gaat jou helemaal niks kunnen doen. Tuurlijk niet, dat kost net. Come on, man. Wat gaat hij doen? Nee, ik weet niet, ik vraag het gewoon. Ja, ik ben alleen maar hier degene die het wil weten, snap je? Kijk, ik wil weten hoe jij natuurlijk denkt. Kijk in mijn ogen, man. Ik wil het gewoon weten, snap je? Kijk, mij gaat het erom. Kijk, als vechter, zeg maar, ik weet hoe ik me dan voel, snap je? Dus ik ben benieuwd, heb jij hetzelfde wat ik ook heb? Ik denk het nee, wel, aan maar... hoe hij heeft gereageerd, heeft hij nog nooit gevochten in zijn leven überhaupt. Zeg maar, kijk, je hebt in de ring, ja. Je hebt ook buiten de ring dat dingen gebeuren en zo. Dat heeft hij ook niet meegemaakt en dat zie ik aan hoe hij zich gedraagt. Oh. En daarom is hij aan het acteren. En dan moet hij mee kappen, anders bel Achie. Ahmed, hij wil rol, man. Of geen TST, kan ook. Hij vraagt aan mij, wie ben jij? Maar hij begint deel die fragment met billen. Jij weet wie ik ben, ik weet niet wie jij bent. Hij stuurt me alleen maar DM's met, hey bro, ik wil winactie, dit en ga je kont geven, man, alsjeblieft. Ja. Nou, dat is wel duidelijke taal. Dat is duidelijk. Ja, dus, oké, het zijn geen vrienden. Nee. Dat is dus we hebben een hele goede match. Mm-hmm. Nou ja, dat is wel een, uiteindelijk zijn wij daar wel altijd een beetje op uit natuurlijk. Dat er wel ik heb geen enemies. Ik ga hem alleen een beetje even handelen, je weet toch. Even zijn body relaxen gewoon. Fijn. Hey. Je wil hem wel even terug op zijn plek zetten. Hij heeft niet eens een plek, maar ik weet niet waar ik hem ga zitten. Maar ik ga hem ergens Oké. Laten we even naar een andere gast gaan, Ennis. Hoe gaat het met jou, man? Ja, met mij gaat het goed. Ja? Ja, lekker in voorbereiding voor mijn wedstrijd volgende week. Ja. En 5 september. Als ik even aan Melvin, hoe zou jij Ennis Arras omschrijven als vechter, zeg maar? Bekeken. Hij kijkt goed. Combineert goed, bokst, maakt mooie acties hoog laag, snap je, pakt het lichaam mee, dus ja, goede vechter, zeer goede vechter, ja, nee, serieus, dus ja, het is... Is hij een kans hebben voor de pool, zeg maar, om bovenaan te staan? Ja, maar dat zijn ze allemaal die erin zitten, snap je, kijk, die jongens zijn geselecteerd op dat ze iets hebben, snap je, en dat ze een talent hebben, alleen, wie gaat het uitdragen, snap je? Je moet er ook mee kunnen omgaan. Net, weet je, wat de andere atleten ook zeiden. Ja. Kijk, de druk wordt ook natuurlijk steeds hoger, snap je? Ze moeten achter elkaar vechten, snap je? Je wilt zometeen bij de bovenste 4 komen. Dus ja, de druk wordt gewoon hoger. En hij kan daarbij komen. Ik denk dat hij daar ook gewoon wel thuis hoort, snap je? Ik denk dat hij echt een van de kanshebbers is. Maar ja, het is natuurlijk een sport, snap je? Precies. En voor mij is het meer de best man win, natuurlijk. Maar hij is gewoon een leuke vechter om naar te kijken.
weet je, attractief. Ja, en dat hebben we wel nodig natuurlijk. En je ziet ook dat hij het hele mediaverhaal vindt, dat kan hij ook goed. Ja, dat kan hij ook goed. Hij kan goed praten, dat doet hij ook heel mooi. Dus dat is ook heel netjes. Dus zolang hij geen praatjes heeft, is het goed, denk ik. Ik ben niet huis, maar nee, toch mijn boer laten. Want... Nee, dat mag gewoon. Ja, dat mag gewoon. Het is vrij. Ja, niet random, nee, boer. Kon nog alvast aan. Kun je wel omhoog en wegblazen. Ik blijf, ja. Maar ik heb het ingehouden. Je hebt geen paprika's gegeten, hè? Dat is mooi. Maar je vraagt wel. Nee, dat is wel tof. Ja, is jouw huis toch? Toch? Ja, ja. In mijn huis, grap. Het blijft mijn huis. In mijn huis gebeurt deze shit. Ja, dat was een hele goeie. Ja, sorry. Duidelijk. Dus. En dus als je kijkt naar dat hele boxing influencers, hè, waarin het een groot mediaplatform is, hè, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het gruwelijk, man. Ja? Ik vind het echt tof. Weet je, ik zie jongens als Tajula en Hanwei bijvoorbeeld. Dat vond ik ook heel mooi om te zien. Dat zijn toch mensen die brengen zeg maar een bepaalde nieuwe energie zeg maar naar buiten over hoe het zeg maar ook kan als influencer zeg maar. Dat het is niet meer het beeld van heel het kickboksen zeg maar is niet meer dat alleen dat de kickboksen zeg maar alleen maar jongens van de straat zijn of wat dan ook, weet je wel. Nee, nou kan het ook zo dat bijvoorbeeld mensen met een hele andere achtergrond zoals Tajula bijvoorbeeld die heeft. Ik denk dat jij verder vroeger nooit echt hebt gekickboxd of wedstrijden hebt gedaan of iets. Nee. Maar ja, hij gaat het nou toch doen. Voor sommige mensen is het een eerste uitdaging. Ja, ik vind dat gewoon gruwelijk, man. Het is gewoon een hele nieuwe energy. Vind je het fijn dat het breed gaat, zeg maar? Dat het, ja, man. Dat het niet alleen maar in een bepaalde doelgroep blijft? Ja, sowieso. 100%. Ik zie sowieso zelfs dat bij boxing influencers dat er gewoon echt geen grenzen zijn. Weet je? Mensen van alle soorten... achtergrond zeg maar doen eraan mee. Hij is dan bijvoorbeeld, jij maakt sketches en zo. Ja, entertainment. En je hebt ook bijvoorbeeld vloggers erbij zitten, rappers, mensen die aan Temptation Island meedoen. Weet je, het is gewoon heel breed en dat is gewoon tof, man. Ja, voor mij zelf, zeg maar, vrienden van mij hebben het wel. Gewoon die boksen, kickboksen, MMA en zo. Ja? Ja, man, vrienden van mij wel. Jij heet Ngimbi van je achternaam, maar ik denk dan gelijk aan de African Warrior Chris Ngimbi. Chris Ngimbi, maar dat is niet een... Ik weet niet, maar ik heb mijn moeder echt ooit gevraagd. Ja? Ken je Chris Ngimbi of niet? Nee. Nee? Je kent African Warrior niet? Nefo misschien, broer. ja, connect bij man als je denkt dat we familie zijn. Loop het wel mee. train me even, man. Even iets meer. Nee, maar gewoon wat ik wel bij wil zeggen is gewoon, omdat ik weet van mijn vrienden, zeg maar, die hebben echt alles moeten investeren. Gewoon werk moeten laten gaan en... school moeten laten gaan om gewoon echt te focussen op de sport. Ja. En dat is bijvoorbeeld gewoon de eerste jaren wat ik van mijn vrienden weet, is ze verdienden niks aan. Ja. Maar ze werkten wel erg hard voor. Dus mijn respect naar vechters toe, die gewoon dit gewoon voor lijf doen en als werk, als vak, heb ik echt respect voor. Dus hey, toch? Ja, zo liefde. Ja, top. Maar weet je, het is weer iets insgelijks. Nee, ik grapje. Is jouw huis? Ik ben 26 jaar. Is jouw huis, sorry. Maar ik zeg ook altijd juist omdat jullie zeg maar als influencers hier ook aan meedoen, zeg maar. Geven jullie ons ook automatisch een hoger podium, weet je? Dus ik merk het zelf ook, sinds WFL zeg maar, ik zit al een paar jaar bij Melvin, weet je wel. Sinds WFL echt weer met boxing influencers is verder gegaan, weet je wel. Heb ik het aan mezelf gemerkt dat ik ook veel meer volgers en ja? Mm-hmm. Ja man, sowieso. Oh, ja. Dus het is een beetje een win-win, denk ik. Maar het is natuurlijk ook leuk, hè? Want ik denk natuurlijk als mensen de sport te gek vinden, willen ze ook graag meer weten van de personen die ook in de ring staan natuurlijk. Ja. En dat is voor jou natuurlijk ook weer heel mooi om op die manier jezelf ook wat meer aan het publiek te presenteren. Ja, dat is goed. Ja, dat zien we. Ja. Die Dior shirtjes, heeft zijn haar helemaal netjes. Die man is helemaal klaar voor de media. Ja. Wow. Hij werkt hard. Hij werkt hard. Ja. Zijn eigen sportschooltje past. Is hier, hoe gaat het daarmee? Ja, super man. Ik zit al vol voordat ik überhaupt de opening heb kunnen doen. Dus, je had toch een PT-studio toch open? Ik heb een PT-studio, heb ik, ja. Dus 1 september ga ik een grote opening doen. En dan, jullie kunnen trouwens allemaal gewoon langskomen. Ja. 1 september. Ja, wij komen langs, maar heb je wel een beetje eten en zo? Ik heb alles dus voorbereid. Ja? Okay. Ja, man. hoe ging het trouwens met slaan? Want volgens mij ben je nog bij Jackie Chan op bezoek geweest. Zeker weten. Wat? Ja? Volgens mij had ik zelfs een van de hoogste, toch? Maar we eens even kijken. Ja. In deze aflevering ben ik met NS. NS, hoe hoog ga jij vandaag slaan? Ik ga sowieso hoger dan 850 slaan. Oké, dus als jij hoger dan 850 slaat, ja, dan mag jij een challenge van mij pakken. Als je eronder slaat, dan pak ik even jou. Is goed. Ja? Yes. Succes. Kom op. Woe! Ja. Jawel. We weten wat dit betekent. Dit is natuurlijk eentje voor mij.
ik doe 25 burpees. Dat staat er niet. Ik kan het niet lezen, man. Ik zeg, doe een toe. Kan je het lezen? Een toe touch. Een toe touch. Dat is weer iets van cheerleading. Okay. Voor de kijkers thuis, ik ben cheerleader, dus er staan een paar challenges daarvan in. Okay. Dus dat ga ik even doen. Wil jij mijn microfoon verstaan? Ja, is goed. Oké. Okay. Oké okay, dan. Oh, netjes. Dankjewel. Kijk, geslaagd. Slaag de uitdaging. Ja, zeker weten. Dankjewel. Toppie. Nu gaan we kijken of er het volgende procent is. Nou, dat ging lekker, of niet? Ja, dat ging wel lekker. Snap ik. Hey Tadjula, je bent volop in voorbereiding? Ja, man. En hoe gaat dat nu? Hoe ervaar je het leven als bokser, zeg maar? Is zwaar, man. Is echt heavy. Maar we gaan er gewoon voor, dus. Wat vind je het zwaarst? Vroeg opstaan. Ja, dus je traint al 2 keer per dag? Nee, ja. Bij wie train je? Nee, ik pak heel lang. Bij Leroy. Hij heeft bij Glory gevochten, vroeger. Ik mag dat niet zeggen, sorry jongens. Nee, dat mag niet uit. Ja, mag je wel zeggen? Nee, mag je niet. Zo naar mij kijken, Melvin. Nee. Ik bel gewoon politie voor jou. Op camera, ik snitch je gewoon. Je snitch me gewoon. Gelijk. Ik ben er zo in. Ja, okay. Melvin, man, hoe? Welke? De spanningen liepen hoog op bij de punch. Echt, hè? Die kickboxer, no mercy, no mercy. Glory, maar nee, ik ben goed met die van Glory. Ja, maar is zwaar. Is zwaar, maar ik vind het leuk, man. Het is zeg maar gewoon over mijn eigen grens gaan elke keer ook, zeg maar. Normaal als ik gewoon gym of zo en ik ben moe, ja ben ik gewoon moe, dan ben ik klaar. Maar nu is het echt gewoon, als je zelf pijn hebt en je bent moe, gewoon nog steeds doorgaan en door. Ja, dat is een stukje. Maar wat vind je dan, doe je nu al 2 keer per dag trainen of is het gewoon 1 keer nog per dag? En wat is dan het zwaarste? Is het sparren het zwaarste of wat? Ik vind cardio. Zeker de conditietraining vind je ja, het? Man. Ja man. Maar cardio. Sparren vind je gewoon relaxed, dat vind je leuk? Misschien niet erg. Oké. Kan gewoon. Het is normaal, in leven gebeuren zulke dingen, begrijp je? Je kan beter voorbereid zijn dan dat je niet weet wat gebeurt. Dan zeg je, nee, stop, snap je? Dat moet je ook weer niet hebben, zeg maar. Nee. Zeg maar, ik ben helemaal niet agressief of dat iemand die ruzie zoekt met mensen, weet ik veel wat. Maar je moet wel altijd gewoon, hoe dan ook, gewoon voorbereid zijn. Ik voelde net wel een beetje een agressie opkomen toen Tommy dat bericht aan jou had. Nee joh, was gewoon even een uitlating van, we zijn geen kleine jongens, maar relax your body toe. Oeps, doe poenie. Hij is niet toe, man. Ik had wel schouderontsteking laatst, man. Ja? Van trainen? Ja, man. Van trainen, oké. Ik dacht van Toomie. Ja, dat dacht ik niet zo. Okay. Correctie, Poenie. Poenie. Omdat je schouderontsteking had? Ja, man. Ik had schouderontsteking, zeg maar. Het was gewoon van het trainen en zo. Okay. Ik had massage genomen. Stop bij mijn elleboog in mijn oksel, hè? Ja. Knokkel in mijn schouder, die is zoveel pijn, toen besefte ik van, wat? Dus dit maakt je gewoon, dit is gewoon jullie leven gewoon? Wauw. Ja. Heftig. Ja, maar dat is wat je moet doen. Kijk, op een gegeven moment, als je het hebt, wil je zo snel mogelijk weer door. Dus wat ga je doen? Je gaat alles doen om te herstellen zo snel mogelijk. En ja, dan moet je af en toe soms de pijn nemen. Oh mijn god. Ja, ik weet het. Actieve rust om zo snel mogelijk weer door te gaan natuurlijk. De actieve rust nemen om zo snel mogelijk weer... In principe is... Je kent dat leven helemaal niet. En dat je dan in één keer die switch kan maken van, weet je, toch, dat is toch wel respect. 2 keer per dag trainen en nog hun werk erbij doen. En ook nog... Zo. Ja. Ik had mijn agenda gekeken, ik dacht ook van, ik weet niet hoe ik dit ga doen, maar ik ga het gewoon doen, fuck it. Ja, maar we zijn wel blij dat je het doet in ieder geval. Snap en ik denk dat de mensen ook heel blij zijn. En ik ben benieuwd maar naar deze partij. En zeker omdat, nu dan jij met Tommy of dat jullie dan dat jullie toch een beetje een dingetje hebben. Ja, ik heb gehoord dat hij ook wel heel hard aan het trainen is. Is echt goed voor hem, man. Boeit me echt niet dan. Duidelijk. Al treedt hij nu met Badr Hari, het boeit me. Ja, maar dan wordt hij echt goed als hij met Badr treedt, hè? Dat begrijp je wel. Dan wordt hij ook echt heel goed. Kan, boeit me nog steeds niet. Hij mag trainen met wie? Wie is nog meer echt gek? Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan. Ze zijn 60 plus, bro. Ja, no, maar ze kunnen te gekke Jean-Claude. Ik zie dat je echt heel erg zelfverzekerd bent en dat je gewoon... Het interesseert je ook niet, je laat je ook niet Nee, want uiteindelijk, we kunnen praten wat we willen, maar we moeten in de ring staan, zeg maar. Dus alles wat we nu zeggen zo, telt voor die dag eigenlijk niet, snap je? En zo zit ik gewoon in mijn hoofd. Dus ik kan praten van dit en dit gaat gebeuren, en zwaar, oké. 25 september, reer toch, relax your body.
Heren, nogmaals, dank jullie wel. Succes met voorbereiden. En als jij nou thuis denkt van ik wil ook graag eventjes de een en ander weer blijven volgen. Dat kan. Abonneer dan even op dit kanaal. Volg ook even de Instagram, The Punch Official. En niet te vergeten, volg ook Funds. Oftewel FNDZ. Dat is een nieuwe crypto. En jij kan daar 5000 tokens winnen. Als je dat dus ook volgt. Kortom, zorg dat je het niet mist. Dan heb jij misschien binnenkort een hele mooie prijs in de wacht gesleept. Dus in ieder geval, dan weet je dat even. Voor nu, dank je wel. En graag tot de volgende keer. Ciao. Yeah. Yeah. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I say, this is what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I don't know.